beste toppers van Kids United. Een hele vervelende zaak. Maar we gaan de kop te vuur missen en bliebroezen. Het komt weer goud hoor. Oké, duur even maar. Het komt weer goud. Toppers, bliebroezen. Popopopom. Jee, best wel weer. Kom op. Lieve kinderen van Kids United. Voor niemand is het leuk om in deze tijd alleen met je familie thuis te zitten. Maar weet dat het allemaal uiteindelijk weer goed komt, hoe lang het ook duurt. Het komt allemaal goed en we komen hier allemaal sterker uit. En dat we weer allemaal met z'n allen plezier hebben op het voetbalveld. Ik hoop jullie heel snel te zien en de groetjes van mij. Doeg! Hey lieve mensen van Kids United, Digidex Hero, ook in quarantaine. Wat ontzettend jammer dat jullie niet lekker kunnen voetballen buiten met z'n allen. Maar ik zou zeggen, denk aan elkaar. Ga lekker FaceTime met elkaar. En misschien kan je elkaar leuke filmpjes toesturen met trucjes, zodat je toch nog een beetje verbonden blijft op die manier. En als dan de quarantaine weer is afgelopen, dan ben je beter dan ooit. Kan je nog beter hoog houden dan ooit. Oké, vanuit mijn huis, dikke kus. En ik hoop dat we elkaar nog eens gaan zien dit jaar. Oké, doei. Lieve kinderen van Kids United. Wat is het toch ontzettend jammer dat jullie niet lekker met elkaar kunnen voetballen. Want voetballen is natuurlijk het allerleukste wat er is. En dan verplicht thuis moeten zitten, niet met vriendjes kunnen afspreken of niet buiten een balletje kunnen trappen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar hou vol met elkaar, want ik weet zeker dat ook hier een einde aankomt. Over een aantal weken kunnen we met z'n allen weer lekker naar buiten om te voetballen. En ik beloof dat als het voetbal weer begint, dat ik dan een wedstrijd bij jullie kom fluiten. En in de tussentijd, zet hem op en ik hoop tot snel. Hi allemaal van Kids United. Misschien kennen sommigen van jullie mij nog wel van vorig jaar. Bij de fietstocht ben ik langs jullie mooie stadion geweest en heb ik vele van jullie ontmoet. En ik zit nu ook de hele dag binnen. Ik zou ook veel liever nu sporten, voetballen, tennissen, sport kijken. Dat vind ik ook heel leuk. Maar dat zit er even allemaal niet in. Maar er komt altijd een einde aan iets. En er komt een moment dat we wel weer kunnen voetballen. En daar kijk ik ook weer heel erg naar uit. En ik denk dat jullie dat ook moeten doen. Want wat is er nou leuker dan sport, hè? Dus hou nog eventjes vol. Blijf even leuke dingen doen. Soms heb je maar ruzie even met papa en mama of met je broertjes en zusjes. Dat heb ik ook. Maar er komt weer een moment dat je met z'n allen samen kan zijn en weer hartstikke leuk kan sporten. Dus succes allemaal en hou eventjes vol. Hey, toppers van Kids United. Het is natuurlijk hartstikke balen dat we allemaal binnen moeten blijven. Maar goed, als we dan eenmaal toch binnen zijn, kunnen we ook gewoon even een balletje trappen, hè? Zolang we nog niet naar buiten mogen. Succes en ik hoop dat ik jullie snel weer zie. Yo, lieve vrienden van Kids United. Jeetje, een aantal maanden hebben we elkaar ontmoet en toen zag de wereld er nog heel anders uit. Nu is er een behoorlijk veel aan de hand in dit land en ik moest aan jullie denken. Ik hoop dat jullie oké gaan, dat jullie veilig zijn, dat jullie goed op elkaar letten. Maar wat een nare tijd voor ons allemaal. Via deze boodschap wil ik jullie even een hart onder de riem steken. Dat er aan jullie gedacht wordt. En ik hoop dat jullie je goed houden. Ik hoop dat jullie lief voor elkaar zijn. Dat jullie geduld hebben. En maak er het beste van, lieve mannen en vrouwen natuurlijk. Heel veel liefs aan jullie ouders en begeleiders. En hopelijk tot een volgende keer dat we elkaar weer kunnen omhelzen. Doei doei! Soms word ik gek van het wind, maar tranen die gun ik jou niet. Ze zijn er.